Hallo Megamoloten. Ik krijg allemaal ontgrijze haren van de zoektocht naar Nicky. Maar jullie hebben me weer een eind op weg geholpen. Ik had een reactie van S. van de Zalm. Nicky heeft als achternaam de Jager. Nu was er in de opdracht Steenrijk een bordje te zien met de Italiaanse tekst verboden te jagen. En zit in de leader ook een pijl en boog wat kan verwijzen naar Nicky de Jager. Op het forum van wieisdemol.com had Govi een theorietje geplaatst. En deze heeft te maken met wat Nicky telkens aan heeft qua kleding en qua sieraden. Dit zou kunnen slaan op voorkennis die ze als mol heeft. Zo zien we haar sieraden met stenen dragen. Die kunnen slaan op Steenrijk. De ketting met het hangslot. Dat slaat dan op de opdracht sleutelbos. Waar men hangsloten moest openen om de ketting wat langer te kunnen maken. En zo geld door te kunnen geven aan de andere kandidaten. Ze draagt een t-shirt met Dumbo. En dat is een Disney film. Net zoals Pinocchio. En die zag je natuurlijk in de opdracht Groeten uit Florence. Ook heeft Nicky een shirt aan met daarop de tekst Spaced. Dat betekent uit elkaar. En in aflevering 5 gaat de groep uit elkaar. En nu we het toch over aflevering 5 hebben. Vele moloten denken dat de mol in het busje zou willen zitten. En niet in de helikopter. Maar als we gaan kijken naar seizoen 17, toen wilde de mol, Thomas, ook heel graag in de helikopter. Als de mol dus echt in de helikopter zit, dan weet je dus dat er 4 kandidaten in het busje zitten. 4 personen die niet af willen vallen. En dus zo snel mogelijk Nicky en Tigo willen vinden. Ik denk dat je als kandidaat liever in het spel blijft dan dat je geld pakt. Zeker als de kans nog groter is als je de andere 2 niet vindt. De opdracht is ook nog niet voorbij, dus wie weet kan Nicky nog geld uit de pot spelen of verhinderen dat er geld bij komt. Maar dat gaan we vanavond in aflevering 6 zien. Dan kreeg ik ook nog een theorie toegestuurd van Fred. Hij zegt dat de afleveringen verwijzen naar video's van Nicky Tutorials. Inderdaad, er is een video die in de titel ook Renaissance heeft. En wegwerken is iets wat je kunt linken aan make-up. Nicky is daar ook echt meesterlijk in. Alleen listig en besluit heb ik nog niet kunnen linken aan video's van Nicky Tutorials. Misschien dat jullie dit wel kunnen? Laat me dit dan even weten. Oké, ik zit weer dieper in die Nicky-tunnel. Blijf speuren. Abonneer je even op mijn kanaal. Want volgens de statistieken kijken jullie wel. Maar ik zou het ook fijn vinden als jullie even de abonneerknop indrukken. Zet je dan ook even de bel aan, dan krijg je meteen een melding als er weer een nieuwe video verschijnt. Dankjewel voor het kijken. Tot een volgende video.